Nou, we gaan het vandaag eens hebben over rekenen met negatieve getallen. Als het goed is, hebben een aantal van jullie hier al best wel eens wat overtjes over gehad. We beginnen eventjes met de getallenlijn van 10 tot en met min 10. We gaan de eerste som eens maken. Van 3, min 5. 3 is natuurlijk hier. En we moeten daar 5 stapjes van afhalen. En min is altijd die kant op. En plus altijd naar rechts. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we hebben die min 5 gedaan, want er zijn 5 stapjes. En dan komen we uit op min 2. Want als we oftewel 3 van de 3 afhalen, dan krijgen we 0. En dan houden we nog 2 over van die 5. En dan moet je die er nog van die 0 afhalen. Dus dan krijg je min 2. Dan halen we eventjes alles wat erboven staat eventjes weg. En die groene ook. Dan gaan we kijken naar min 6. Min 6, min 1 is, nou, wat ik al zei, met min ga je altijd naar links op de getallenlijn en met plus altijd naar rechts. We gaan nu dus weer 1 stapje naar links. Dan zie je dat je uitkomt bij min 7. Want min 6, min 1 is altijd min 7. Dan hebben we een plussom. En dat is een plussom met die juist weer naar rechts gaat. Want we hadden een plus, hadden we begrepen, die gaat naar rechts. Dan moeten we van min 4 moeten we 8 stapjes doen. Zoals je kan zien, zijn de eerste 4 stapjes die we zetten, kom ik op 0. En die 4 stapjes, daar kan je van die 8 afhalen. En dan moet ik er dan nog 4 bij op doen. En dan kom ik uit op 4. Dus ik heb 2 keer 4 stapjes gedaan. Dat maakt natuurlijk samen 8. En dat maakt 4. Dan gaan we eens kijken naar groter dan en kleiner dan. Je kan die dingen uit elkaar halen door middel van dat je een k kan maken van de linker. Dat maar is kleiner dan. En dat die ander wordt dan groter dan. Nou, dan gaan we vervolgens eens kijken. Nou, we hebben de getallenlijn even bijgepakt, zodat je het goed kunt zien. We hebben min 3 en plus 3. Je kunt dus zien dat min 3 ligt voor de 3, dus de min 3 is kleiner dan de 3. Dus dan moeten we dit tekentje neerzetten. Vervolgens gaan we kijken bij min 3 en min 4. Dan hebben we min 3 staat aan deze kant en min 4 staat aan die kant. Min 4 ligt voor de min 3. Dus aan de linkerkant, dat betekent dat dus min 4 kleiner is dan de min 3. Dus min 3 is oftewel groter dan. Dus dan moet je het andere tekentje gebruiken. Vervolgens gaan we naar min 0,9, puntje, puntje, min 1. Is min 0,9 groter dan min 1 of juist kleiner? Nou zie je op de getallenlijn dat er staat niet min 0,9, maar min 1 hebben we wel. En min 0,9 ligt daar net een beetje voor. Ongeveer, hè? En dan kun je dus weer zien dat die min 1 ligt verder naar links dan de min 0,9. Wat dus betekent dat min 0,9 juist groter is dan de min 1. Alle lesstof die jullie moeten maken over dit onderwerp, die zal ook voornamelijk gaan over het plus en min sommen van met negatieve getallen. En dan vervolgens ook nog het grotere en het kleiner dan. Mocht je het niet helemaal zien, gebruik dan alsjeblieft de getallenlijn. Dan maak je het voor jezelf makkelijker.